Hallo, hallo, good morning! Het is zover, we hebben vandaag de... Gender Review Party! En dit is de doos. Ja, en die moeten we eerst even naar Laura brengen. Ja, die gaan we nu naar Laura brengen. Want, en ik ben taart aan het maken, een appeltaart ben ik aan het maken. In de doos zit de envelop. Met het antwoord wat het is. Waarvan wij de inhoud niet hebben gezien. Nee. Dus niemand hier weet het. Echt niemand. Dan mogen jullie even niet kijken. Het andere handje. Dus even niet kijken. Nou, oké. Okay. Nee. Ik kijk niet. Ik kijk naar jou. Ik kijk ook naar jou, schat. En dan gaat Laura, die gaat de envelop openmaken. En die gaat de ballonnen van roze of blauw opblazen, erin doen. En dicht doen weer. Oké, okay, daar gaat het doos. Gaat dicht. La 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 la. Oké, daar staat de doos. Laura mag het als eerste weten. Spannend! Surprise! Grapje. Nou. En de mama die heeft chocola smelten en dan gaan we dat op cupcakes doen. Ja. En dat wordt dan heel lekker. Want en daar komen dan de muisjes. Ja, de muisjes van blauw en roze op. Van jong of meisje, tuurlijk. En wij weten het dus helemaal nog niet. Nee, nog steeds niet. 4 uur pas. Gaat de doos open. Toch? Ja. Oh, zo lekker hè dit. En jellybeans, blauwe en bakers en nog limonade en rietjes en een partyding en een spelletje voor mij. Oké, Jola die heeft een spelletje bedacht met alle kinderen. Dat ze een wedstrijdje doen. Wie denkt wat het gaat worden? En wat denk jij dat het gaat worden, Jackie? Wat denk je? Jongen of een meisje? Wordt het een jongen of wordt het een meisje? Wordt het een jongen of wordt het een meisje, denkt Jackie. Nou, schrijf maar bij Jackie meisje. Oké, ik ga de doos ophangen. Ik zit jullie hier neer. Van binnen wist ik het al. Nee, we wisten echt niks. Nee, we gaan weer even feest vieren. Daaaaaai!
vriendinnetje. Ja, ja, twee papa's van zonen. Van zonen. Ja, wacht even. Ik zal je alvast wat gelijkers laten horen. Ja, Bart en Mark die worden straks gewoon allebei. Bye. Weet je wat het ook is? Ik zei net tegen Jola, eigenlijk is het wel heel cool, want nu is Jola mijn enige dochter. Ja! Onze en Rosie. Sorry, onze natuurlijk, Bart. En ook papa's. En ook papa's. Echt. Echt de enige dochter. Ja. Ja. We zijn zo blij. We hadden sowieso blij geweest, wat het ook was. Met een meisje waren we ook heel blij geweest, want dan wisten we al een naam. Maar nu hebben we een namenprobleem. Dus, hebben jullie ideetjes voor namen? Drop the name. Laat het hieronder weten, het is gratis. En we houden van korte namen en een beetje originele namen. Nou ja, ik zeg wel veel, maar vooral niet. Die je niet kan rijmen, zo op iets. Leuke, beetje korte namen, meestal 4 letters, vind ik wel mooi. Maar we hebben al 1 favoriet in ons hoofd. Ja. Tafel is best wel chill, toch? Ja, ik zal hem zo laten staan. Op een rijtje zitten elke keer. Nou, waarom niet? Ik vind het zo wat lekker dit. We kunnen het wel een weekje laten doen, een weekje doen. We laten het een weekje staan zo. Is goed. Beetje afwisseling doen. Ja. Tot de box er komt, want die komt daar straks, de box. Ja. Zo, we hebben al best veel boxen. Ja, er staat ook al een box, maar er komt nog een box naast. Nou, uit deze box komt ook wel veel geluid, denk ik. We zaten dus net het filmpje terug te kijken van het moment dat de doos openging. Die niet openging, omdat hij zat niet goed vast of zo. En hij viel gewoon helemaal naar beneden, terwijl de ballonnen er nog in zaten.
En ik werd een beetje paniekerig daarvan. En wij zagen, Bart en ik zagen al wat... Ja, zij zagen al wat het werd. Ja, en mama, ik, ja, mama ik, zag het 13 seconden later pas. Nou ja, ik zag het wel, maar ik weet niet, ik was gewoon nerveus of zo. Ik had het gewoon niet in de gaten wat het was. En toen hoorde je dus, zagen we net op het filmpje, dat ik pas 13 seconden later zei, is het een jongen? Mooi, hè? En weet je, we hebben ook nog deze gekregen. Een speentje, maar het is rood. We hebben best wel veel dingetjes gekregen. Die is lief, hè, dat aapje. Ja. Dat is het aapje, die is ontworpen en gemaakt door mijn moeder. Ja. Laat eens zien. Omi. Ja, ik zal ook even het roze pakken. Dat is dus echt van mijn moeder, haar eigen ontwerp. Die roze hadden we eigenlijk aan Celine moeten geven. Dat doen we nog wel. Hele leuke aapjes. Die heeft mijn moeder ontworpen. Ze zijn van Sussekind. Leuk, hè? Eigenlijk moet mama even laten weten waar je ze kunt kopen. Super schattig broekje, ja, van Laura en mij. En we hebben nog andere kleding. Super schattig dit bij elkaar. En Laura was dus de enige die het al wist, want die heeft de ballonnen in de doos gedaan. Ja. Die is dit vanmiddag nog gaan kopen. Ja, die is dit vanmiddag nog gaan kopen. Ze heeft even nog. Heel lief. En Caroline speelt echt een goed voorgevoel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. En geef een duimpje omhoog, abonneer beneden. En abonneer is gratis en geef een reactie van... De naam. Een naam. Ja, jongensnamen. Helpen jullie maar mee met jongensnamen, ja. Dankjewel, doei doei. Doei doei, tot de volgende vlog. Later.